Wij zijn hier van het cultuurtestteam en wij gaan kijken hoe tof het Go Short Festival is voor jongeren. Let's go! Ik ben Asana, ik ben 16 jaar en ik ben een jurylid bij Go Short Film Festival. Ik ben Dokan, ik zit dit jaar bij de Movie Zone jury op het Go Short Film Festival in Nijmegen. Ik ben Feira en ik ben jury van Movie Zone, Go Short. Ik ben Wendt van Es en ik zit in 6 VWO dit jaar, dus examenjaar. En ik ben nu druk aan het oriënteren van wat ik hierna wil gaan doen. Ik ben Thijs Manners, ik zit op 6 VWO ook en ik kom uit Amersfoort. En hoe ben je hier nou precies terechtgekomen als jurylid? Ik kreeg een mailtje van CEP of ik het interessant vond om als VIP op een filmfestival te zijn. En aangezien ik films heel interessant vind en sowieso heel erg geïnteresseerd ben in evenementen, dacht ik, ik zal eens kijken. Wat houdt het Go Short Festival nou precies in? Het zijn allemaal korte filmpjes van mensen die zijn ingestuurd en ze hebben een selectie daarvan gemaakt en dat zien we allemaal nu. En wat doe je nou allemaal als zo'n jurylid? Ja, wij kijken allerlei films, allerlei categorieën, animatie, fictie, documentaires. En uiteindelijk moeten we een beslissing maken wie gaat winnen, uiteindelijk een van die films. En hoeveel films kijk je dan ongeveer? Wij kijken 28. Wat vind je hier nou zo leuk aan om hier als jurylid te zijn? Het is heel interessant om zoveel verschillende films te zien. Gisteren hebben we er 31 gezien op één dag. En je ziet gewoon heel veel soorten stijlen, heel veel soorten genres, heel veel soorten ideeën van mensen. En dat is gewoon heel erg interessant, heel erg leuk, ja. Wat is nou echt het tofste dat je tot nu toe hebt gezien? Heel veel verschillende films. Gewoon dat je in zo'n wereld stapt met heel veel verschillende dingen. Ja, ik denk wel van alles. Hele leuke animaties, documentaires die echt indrukwekkend zijn. Ik heb heel veel toffe dingen gezien. Wat vind je nou echt het leukste van dit evenement? Wat spreekt jou echt aan? Wat mij echt aanspreekt is de kleinschaligheid van het en de persoonlijkheid van het festival. Het is heel persoonlijk, heel klein, heel gezellig, een café. Je ontmoet heel snel de filmregisseurs, loop je ook gewoon rond en producenten. Dus je kan heel veel met mensen praten en het is echt heel gezellig gewoon vooral. Ja. Ik denk de aandacht die korte films krijgen, omdat korte films eigenlijk best wel ondergewaardeerd worden, heb ik het idee. Is het Go Short voor jouw gevoel nou echt geschikt voor jongeren? Ja, zeker. Ja, ik denk zeker, want je kan dus naar verschillende filmblokken gaan. En je kan puur naar iets van animatie gaan of een bepaald thema, zeg maar. Ja, heel erg geschikt voor jongeren. Ik denk dat iedereen die rond de 15, 14, 13 is, wel echt moet komen. Het is heel leuk. Zeker weten. Ja, ik denk dat het heel goed is voor jongeren om ook naar zoiets te gaan. Omdat het gewoon heel oriënterend is en van alle markten thuis. Dus je vindt jezelf hier altijd wel ergens in, denk ik. Ja, ik vind het van wel. Heel veel films zijn echt leuk, maar sommige zijn wel wat heftig. Dus ik zou niet iedereen aanraden, maar meestal wel. Vanaf welke leeftijd zie jij de jongeren ongeveer? Ja, ik denk 14. Vanaf 14 jaar wel. Zijn er dan ook veel jongeren aanwezig? Ja, heel veel. Van scholen, maar ook gewoon jongeren die zelf zijn gekomen. En is het nou ook geschikt voor jongeren die bijvoorbeeld niet zo heel erg geïnteresseerd zijn in films? Ja, op zich wel. Ik denk dat als je van films houdt, dat je er wel veel leuker zal vinden. Maar ik denk wel dat mensen die niet van films houden of die er niet zoveel veel mee hebben, dat die het ook gewoon leuk zullen hebben. Ja, ik denk zeker. Want als je één film kijkt van anderhalf uur, dat is dus leuk. En dan ga je naar de bios in en dan ga je weer weg. Maar hier kom je, je kan ook virtual reality bril opzetten. Je spreekt heel snel die mensen, je leert wat meer van over een film. En sommige zijn ook documentaire. Ja, ik denk dat het dan misschien wel lastig is om jezelf ervoor open te zetten. Dat je eigenlijk, als je niet zo kunstzinnig bent, ik weet niet of je het dan echt leuk zou vinden, zeg maar. Maar gewoon als oriëntatie, ik denk dat het wel leuk is om gewoon eens een kijkje te nemen. Ja, ook, want ik was vroeger niet zo heel erg bezig met films. Maar nu denk ik van toch wel iets ermee te gaan doen, want het is zo leuk en je leert er meer van. En het is niet alleen films kijken, maar het gaat ook dieper dan dat. Dus ik raad het echt aan. Ja, ik denk van wel, maar
je gaat wel veel films kijken, dus ja, nee, niet echt. Nou, dat was het weer voor deze keer. Wij zijn erachter gekomen dat het Go Short zeer geschikt is voor jongeren en we hopen jou volgend jaar ook te zien.